Hij was bikkelhard in het veld, maar ook voor zichzelf. En daarbuiten was het gewoon een geweldige aardige vent. Nanninga begon zijn profcarrière in 1973 bij Veendam. Om die reden werd er vorig jaar nog een benefietwedstrijd voor hem gespeeld aan de lange leegte. Dat Nanninga een spits van de buitencategorie was, werd al snel duidelijk. Toch stonden clubs als FC Groningen, Feyenoord en AZ destijds niet voor hem in de rij. Toen was dus eigenlijk de transferperiode afgelopen. En op de laatste dag heeft Van der Gijp Bert Jacobs van Roda gebeld. Want Dick had een clausule in zijn contract dat hij voor 35.000 gulden weg mocht. En toen heeft hij Jacobs gebeld en heeft hij gezegd Bert haal hem nou. Want dit is het komstige spits van de Nederlands zelftal. En Jacobs zal hem nooit zien voetballen. Die heeft hem in de blind op advies van Van der Gijp eh, gekocht. En een jaar later speelde Dick in het Nederlands Zelftal. En daar beleefde hij ongetwijfeld het hoogtepunt uit zijn carrière. Dan scoorde scoorde in 1978 de gelijkmaker in de verloren WK-finale tegen Argentinië. Dat is denk ik zijn moment in zijn carrière. Als je in een finale erin komt, zet 1 0 achter en jij kopt die 1-1 binnen. Ja, dat, uh, daar, daar is hij altijd in positieve zin ook mee achtervolgd. Ik zag hem laatst in een rolstoel zitten. Uh... Zonder onderbenen en dat wil je eigenlijk niet zien. Maar als er nou één sterke gozer was, dan was het die Dick Nannenga. Maar Dick is altijd die anti-held uit Groningen gebleven. Altijd die eenvoudige jongen. En nou, ik kan je verhalen vertellen hoe voetballers zich misdragen met hun torenhoge ego's en zo. En daar had Dick altijd schijt aan. Later speelde Nannenga nog een tijdje in Hongkong en bij MVV. Rijk is hij er niet van geworden. Want ook na zijn carrière moest er gewoon gewerkt worden voor de kost. De grote frustratie voor die generatie is dat ze natuurlijk in die tijd goed verdienden. Maar uh, die zijn er nooit rijk aan geworden. En die uh, blagen die daarna gingen voetballen, die waren eerder miljonair dan volwassen. Uh, dat, dat heeft die generatie heel sterk van dik. Dat is ook een frustratie uh, van Van Hanegem, Die is ook nooit rijk aan geworden. En uh, ik denk dat die jongens wel eens met ledenogen gekeken hebben naar die snotapen nu. Die een Ferrari's voorrijden, en gouden tanden laten zetten, en oorbellen van 80.000 euro. Want dat zat er voor hun niet aan. Hun hadden een goed leven, maar je zag het dan dik, die moest zijn hele leven nog wel werken.